Dit is een pen. En dan gaan we ze beter bekijken. En dan, en dan blijkt het een mes te zijn. Simpele pennen en aanstekers worden omgebouwd tot moordwapens. En postzegels worden gebruikt als transportmiddel voor drugs. De creativiteit is groot. Die pen die je net heeft gezien, die vonden we heel bijzonder. Want dat verwacht je niet. Daar ben ik zelf toen wel van geschrokken. Dagelijks komen er zo'n 10 nieuwe gedetineerden en vele bezoekers de gevangenis binnen. Henk de Beren en zijn team moeten elk van hen één voor één controleren. We zijn nu op de badafdeling. Hier komen alle gedetineerden naar binnen. Hier vandaan gaan ook alle transporten. En ook alles wat naar binnen toe gaat, gaat via het bad. En bad staat voor binnenkomst en afdeling delinquenten. Die naam komt uit de tijd dat gevangenen daadwerkelijk in bad gingen, terwijl hun kleren werden gecontroleerd. De bewakers heten vandaag nog steeds badmeesters. Maar hun controletechniek is nu een stuk moderner. Alle badmeesters krijgen een uitgebreide cursus van Johan Pruim om vreemde voorwerpen te herkennen. Op de laptop hebben we al 1001 foto's met tassen met allerlei spulletjes erin. Dus dan krijgen ze een foto van de tas te zien. En dan moeten zij maar uithalen wat niet naar binnen mag. Hoe vaker men dat doet, hoe beter daar ze mee om kunnen gaan. De gedetineerden proberen de smokkelwaar nog steeds op vele manieren binnen te krijgen. De gedetineerde heeft in principe ook heel veel tijd om over dat soort dingen na te denken. Sommigen die zitten heel lang vast. En als je buiten bijvoorbeeld verslaafd bent of regelmatig een jointje rookt, ja, dan, en je zit hier de komende paar jaar vast, dan is dat eigenlijk geen optie. Dus die proberen toch op die manier wat naar binnen te halen. En geen dag is hetzelfde. Elke dag is er anders.